De gemeenschap van de Sint-Rosa-kerk doet een beroep op de samenleving om financiële steun te bieden aan de kerk voor de voortgang van haar renovatiewerkzaamheden. De houten Sint-Rosa-kerk werd in 1911 gebouwd en behoort tot een van de oudste monumenten van Suriname. Dit vereist groot onderhoud aan dit waardevol monument. Renovatiecommissielid Humphrey Eendracht vertelt hoe de grondige renovering van zowel de binnen- als de buitenkant van de kerk is gestart. Belangrijk om aan te geven dat we eigenlijk een tijdje geleden, een jaar geleden, tot anderhalf jaar zijn gestart met het verwisselen van de vloer. De vloer was niet stabiel en de tegels liepen los. En we hebben toen al een redelijk project moeten draaien om dan dus de vloer te voorzien van duurzame porseleinen tegels, wat ook gelukt is. Hierna zijn we begonnen met onze commissie om een plan van aanpak te maken om dan de renovatie op te starten. Gaandeweg de opstartprocedure zijn we met kinderziektes eigenlijk in aanraking gekomen van de kerk. De kerk had last van houtdoorders, houtluizen en een heleboel verborgen gebreken. We zijn toen aan de slag gegaan en we zijn begonnen van binnen, van boven naar beneden om de renovatie in gang te zetten. De huidige renovatiewerkzaamheden van het gebouw is het eerste deel uit de drie fases van de renovatie van de kerk. Gestreefd wordt om deze fase in december af te ronden. Bij de andere twee fases wordt de focus gelegd op het aanpakken van ruimtes zoals het verblijf van de priesters en de administratieve ruimte. Ten aanzien van de buitenkant van de kerk is het gebouw voor ruim 60% reeds aangepakt. De kruisen zijn nu gemaakt van duurzaam roestvrij aluminium en de ramen en deuren zijn nu voorzien van duurzaam hang- en sluitwerk. Ook is er een onderhoudsplan opgezet tegen brand en termieten. Echter is dit nog niet genoeg. De totale investering is geschat op 150.000 Amerikaanse dollars. Renovatiecommissielid Jimmy Boussaid zegt dat ondanks de ondersteuning uit Rome en de leningen die zijn genomen bij het bisdom Paramaribo en bij diverse bedrijven in Suriname, de kerk pas de helft van het totaal investeringsbedrag bij elkaar heeft kunnen krijgen. Maar natuurlijk willen we die lening zo snel mogelijk terugbetalen, zodat het bisdom ook zijn eigen projecten kan uitvoeren. Maar ik kan niet zeggen dat ook de kerk, niet alleen in Suriname, maar ook daarbuiten, last heeft van de coronacrisis. Er kunnen minder diensten worden gehouden en daardoor zijn de collecties ook minder. We hebben steun gekregen uit de Rome, maar we hebben maar 20% gehad van het bedrag dat we hebben aangevraagd. Financiële ondersteuning kan worden gestort bij de Hagrenbank onder de naam Renovatie Sint-Rosa-Kerk. De Sint-Rosa-Kerk is deel van de historische binnenstad van Paramaribo, die sinds 2002 aan UNESCO Werelderfgoedlijst is toegevoegd.